you, Max. Meter vlinderslag met Annick Stoopman, compagne Anna Palmans, Erik de Saint, Julia van Leeuwen, Tessa Gielen, Sam van Lien en Sarah Vlijt. Dat zijn de dames die te water zijn gegaan. En na 100 meter zien we dat daar aan de leiding gaat de dame in baan nummer 3. En dat is Anna Palmans in 29.53. Tweede tijd voor Tessa Gielen en de derde tijd voor Julia van Leeuwen daar op 100 meter. Kijk eens hoe dicht het bij elkaar ligt, deze B-finale 100 meter vlinderslag. De verschillen die zijn miniem, maar hier nu in het laatste stukje is daar toch de armlengte voorsprong voor Anna Palmans. Ze keerde al als eerste op 50 meter en nu hier met de armlengte voorsprong naar de muur. Anna Palmans naar de vele plaatsen in 1.35. Tweede tijd voor Amy de Saint, de derde tijd voor Tessa Gielen. Dat zijn de nummers 1, 2 en 3. We gaan naar de officiële uitslag, die verschijnt hier in beeld. De winnares van deze B-finale is Anne Palmans. Dan gaan we verder met de B-finale bij de heren. 200 meter wisselslag.